Goedemiddag, dames en heren. Laat ik in de eerste plaats tegen Alexander zeggen. Alexander, als de kwaliteit van de adviezen van de SER hetzelfde niveau zou hebben als jouw verhaal, dan heeft de SER eeuwigheidswaarde vandaag gewonnen. Fantastisch. Dames en heren, als ik hier zo in de zaal kijk, dan zie ik natuurlijk een aantal bekende gezichten. Maar ik zie heel veel enthousiaste, voor mij onbekende gezichten. Het is dan ook heel lang geleden dat ik op een partijcongres van D66 het woord heb gevoerd. Dat moet ergens in de periode van Paars 1 zijn geweest. Ik sta mij bij dat ik toen het vreselijke woord econologie heb geïntroduceerd. Dat heeft het ook niet lang gemaakt. Dames en heren, na Paars 1, wat een hele leuke periode was, besloot ik, toen dat nog wat minder in de mode was, meer tijd aan mijn gezin te besteden. En de publicitaire luwte te kiezen. Ik vervul sindsdien ook een aantal functies die zich wat moeilijk verhouden met een hoog partijpolitiek profiel. Vandaar dat u me ook maar zelden op partijcongressen ziet. Maar toen Ingrid en Alexander Pechtold mij vroegen om op dit congres te komen spreken, hoefde ik niet zo lang na te denken. Waarom nu wel? Dat is precies omdat Alexander in Orkan net zei. Wij vinden het allebei belangrijk dat in het vooruitzicht van de cruciale verkiezingen van 9 juni, waar de kiezers de koers voor de komende 10 jaar bepalen, waar kiezers besluiten of dit land weer in beweging komt, ook mensen uit het bedrijfsleven zich publiekelijk uitspreken en niet langs de zijlijn blijven staan. De Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni zijn cruciaal voor de toekomst van ons land. Ze gaan over de vraag hoe we Nederland de komende 10 jaar willen gaan positioneren in een wereld die razendsnel en fundamenteel aan het veranderen is. Want dat is ook bepalend voor de vraag welke prioriteiten we gaan stellen. Hoe we de overheidsfinanciën gaan aanpassen. Hoe we het integratievraagstuk aanpassen. Hoe we de bestuurlijke inrichting precies gaan veranderen en vele andere zaken. Nu, in deze periode, worden geopolitiek, geo-ecologisch, geo-economisch de kaarten in de wereld opnieuw geschud. Er worden momenteel honderden miljoenen mensen in de opkomende economieën, variërend van China, Brazilië, Turkije, Polen, klaargestoomd om enthousiast en met ambitie mee te doen aan de wereldeconomie. Als ingenieur, als ondernemer, als onderzoeker, als werknemer, hier en daar helaas als kiezer en als consument. De komende decennia zullen er 2 à 3 miljard mensen toetreden tot de groep van mensen met middeninkomens. Er komt een vloedgolf van ingenieurs en wetenschappers van de Aziatische universiteiten. Het aantal patenten neemt navenant toe. En we zullen steeds vaker zien dat Chinese, Indiase, Braziliaanse ondernemingen, westerse huishoudnamen als Volvo, de PC's van een IBM of Stella Artois gaan overnemen. Wat dat betekent voor de claims op grondstoffen, energie en water is enorm. En die claims kunnen alleen gehonoreerd worden als er paradigmaveranderingen komen en worden besloten op het niveau van deze wereld, op dat niveau. Alleen als er fundamentele veranderingen gaan plaatsvinden in het gebruik van water, grondstoffen, emissies, kunnen we een ecologische en economische ramp in de toekomst voorkomen. En dat vergt ingrijpende, institutionele veranderingen op wereldniveau. Daartoe zullen we ons in de eerste plaats op Europees niveau veel strakker moeten organiseren. Dat is naar mijn mening een van de grote politieke uitdagingen van deze tijd. We hebben in Kopenhagen kunnen ervaren wat het betekent als je dat ontkent vanuit Nederland en een losjes georganiseerde Europese Unie. Toen de zaken werden gedaan, er werden overigens niet veel zaken gedaan,
zaten we niet eens aan tafel. Ook de financiële en bankencrisis hebben ons geleerd het afgelopen jaar hoe geïntegreerd en samenhangend de wereld is geworden. Uiteindelijk hebben we het te danken aan een ongekend effectieve actie van de G20 en een beperkt aantal centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank, dat de volledige ineenstorting van de wereldeconomie kon worden voorkomen. En één ding is verder duidelijk, ook de komende jaren zullen er nog steeds een aantal hele belangrijke, cruciale beslissingen genomen moeten worden voor de regulering van de financiële markt. We zijn er nog lang niet. En alleen via sterke Europese Unie-instituties zullen we daar als land invloed op kunnen uitoefenen. Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat wij dan ook actief en positief onze rol spelen binnen Europa. En dan zien we nu ook nog hoe de euro speelbal is geworden van de internationale kapitaalmarkten. En waarom? Omdat we wel een monetaire unie hebben gebouwd, maar niet de consequentie hebben willen nemen van aanmerkelijk verdergaande fiscale en budgettaire integratie in de Europese Unie. De boodschap is dus, laten we de realiteiten van deze wereld onder de ogen zien, ons daarop inrichten. En niet zozeer vanuit defensieve overwegingen, maar omdat deze schuivende wereldpanelen fantastische kansen bieden voor ons land. Niet defensief, maar offensief. Want wat hebben we allemaal niet in dit land? We hebben een zeer internationaal ingestelde bevolking die haar talen beter spreekt dan waar ook in de wereld. Op tal van gebieden hebben we, Alexander noemde het al, unieke kennis op onze universiteiten en topinstituten. Dat mag er echt zijn. We hebben een uitzonderlijk groot aantal wereldwijd leidende bedrijven binnen ons kleine landje gevestigd. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is, we hebben een historie en cultuur die nieuwsgierigheid, ondernemerschap en flexibiliteit op een unieke manier verenigt. En toch nog wel een relatief sterke financiële uitgangspositie, zeker vergeleken met veel van onze buren. Dus de vraag is, hoe gaan we deze uitdagingen van deze tijd tegemoet? Angstig, ontkennend, nationalistisch? Of iedereen tot kalmte manend en zeggen dat we met veel overleg in de polder we het wel zullen oplossen? En dan vervolgens alle noodzakelijke hervormingen tegen elkaar uitruilen, zodat we weer jaren van bestuurlijk surplus situatie bereiken. Of enthousiast, aanvallend, alles uit de kast halend, duidelijk politiek leiderschap tonend, echt in mensen investerend, iedereen duidelijke taken gevend, mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Wat zou het moeten worden, denkt u? Je kunt daar een vergelijking maken met een sport waar we in ons land eigenlijk ook best goed in zijn, voetbal. Blijven we de bal eindeloos in een laag tempo rondspelen? Veel spelers achter de bal, aanvallende spelers, denk aan Robben, wisselen omdat hij te veel risico's neemt. En op de punt van het middenveld naar achteren. Of gaan we terug naar de tijd van het totaalvoetbal? Snelle balcirculatie, ook de backs langs de lijnen, regelmatig in de aanval. Veel wisselingen in positie, de punt in het middenveld naar voren. En niet bang om af en toe een fout te maken. En dan natuurlijk heel veel plezier in het spel. Ik zou het wel weten. Wat me stoort in het huidige politieke debat is het overheersende gebrek van een gevoel van een gebrek aan urgentie. Het naar binnen gerichte, de afwezigheid van het nastreven van een ambitieuze visie over waar het met ons land naartoe moet. De moed om prioriteiten te stellen en ook de moed om soms te zeggen, dat doen we niet. Dames en heren, hoe zou zo'n ambitie eruit moeten zien? Dat is eigenlijk heel leuk. We kunnen van Nederland een van de meest aantrekkelijke, spannende, welvarende en veilige landen van de wereld maken. Een culturele, artistieke, wetenschappelijke en economische hub. Een plek waar mensen uit de hele wereld zich welkom voelen, omdat er een bijzondere combinatie van tolerantie, nieuwsgierigheid, innovatie en veeleisendheid bestaat. Een land dat op een spannende, vernieuwende manier invulling probeert te geven aan een renaissance in de 21ste eeuw.
Een land dat zich fundamenteel committeert aan en verankert in Europa. Een land dat inderdaad in de top 5 wil staan op het gebied van innovatie en vernieuwing. Nou, dat gaan we dus doen. Hoe komen we daar? In de eerste plaats door massief te investeren in de weerbaarheid, creativiteit, kennis en kunde van alle Nederlanders. Want globalisering mag en kan niet alleen aantrekkelijk zijn voor een kleine elite. Ons land kan alleen succesvol verder integreren in Europa en de rest van de wereld als de mensen in de vogelaarwijken en de kleine ondernemers er ook van kunnen profiteren door beschikbaarheid van huizen, banen, scholing, veiligheid, minder bureaucratie en eerlijke betaalbare belastingen. Alexander Rinocan is al uitgebreid op wat we moeten doen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Ik ben het volstrekt mee eens. Ik beperk me er hiertoe om te benadrukken dat integratie in de wereldeconomie gepaard moet gaan met sociale en culturele integratie binnen onze samenleving, de Nederlandse samenleving. En niet zozeer door nog meer overheidsbescherming via regelgeving en hogere lasten, maar via gerichte investeringen in kenniskunde, door ruimte te creëren voor mensen, maar ook door mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Dat is nummer 1. Nummer 2. We zullen op een zorgvuldige manier onze publieke financiën weer op orde moeten brengen. Zodanig dat we in de eerste plaats ons niet kapot bezuinigen, het zeer prille herstel van onze economie niet in gevaar brengen, middelen vrijmaken voor de extra investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie, en tegelijkertijd een aantal broodnodige hervormingen van onze economie realiseren, waardoor de economische groei duurzaam wordt gestimuleerd en het voor de outsiders in onze samenleving eenvoudiger wordt om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de zorgmarkt. Dat klinkt een beetje complex, maar als we de moed tonen om op een aantal terreinen door te pakken die al heel lang om hervorming smeken, snijdt het mes echt aan meerdere kanten tegelijk. En ik moet wat dat betreft de ontwerpers van het D66-verkiezingsprogramma, maar ook het congres, dat met in hoge mate heeft ondersteund, complimenteren. Ze zijn heel goed geslaagd om die elementen bij elkaar te brengen. Ik zou ook kiezen voor die gebieden waar we de grootste structurele problemen hebben en waar vaak ook nog eens een keer de grootste belastingssubsidies op een onzorgvuldige manier worden besteed. De woningmarkt, de arbeidsmarkt, de pensioen-AOW-problematiek en de zorgmarkt. Door op die gebieden wezenlijke doorbraken en besparingen te realiseren, voorkomen we ook dat we onszelf weer voor de gek gaan houden met de zoveelste stofkamoperatie, want we weten dat intussen, dat kost heel veel energie, heel veel frustratie en het levert niks op. Het laatste punt. Ik heb ook een trits, net zoals Alexander. Wat moet er nog meer gebeuren? Het is toch echt belangrijk dat we een wezenlijke hervorming realiseren van de publieke inrichting van ons land. Dames en heren, toen het huis van Thorbecke werd gebouwd, zagen de inwoners van dit land en de wereld daaromheen er echt heel anders uit. En de afgelopen 150 jaar is dat huis van Thorbecke regelmatig verbouwd. Maar er zijn vooral extra kamertjes en tussenetages bijgebouwd. Er zijn steeds meer mensen in komen wonen. In de trappenhuizen en de gangen is het de drukste van je welste. Er is te weinig licht, er is veel geluidsoverlast. En het stinkt er ook nog eens een keer naar te lang gekookte spruitjes. Verder is het balkon dat uitzicht biedt op de rest van de wereld klein. En de bewoners hebben veel te weinig te zeggen over hoe hun huis wordt bestuurd, terwijl ze zich wel blauw betalen aan huur. En tenslotte zijn we vergeten om goed overdekte verbindingen te creëren met de huizen die in de tussentijd in de buurt zijn gebouwd, de woningen van de Europese Unie. De oplossing ligt voor de hand. Er moet fors gesloopt worden. Weg met al die tussenetages, provincies, waterschappen, grotere ruimtes met open werkplekken, grotere ramen, meer balkons, zodat we beter kunnen kijken wat er buiten gebeurt,
betekenen is kleinere departementen, mindere departementen, meer oriëntatie op de rest van de wereld. En natuurlijk, dat verwacht u van mij, daarna moet alles natuurlijk strak worden overgeschilderd in moderne felle kleuren. Ik weet het, het zal veel tijd kosten en veel weerstand, maar het moet echt gebeuren. Niet eens zozeer omdat het geld oplevert, dat zal waarschijnlijk in eerste instantie alleen maar geld kosten, maar vooral om meer bestuurlijke slagkracht en focus te krijgen. En daarom moeten we ook echt vasthouden aan de droom van de gekozen burgemeester en de gekozen minister-president, want het is essentieel dat we de controlerende, uitvoerende macht van elkaar scheiden. Ten slotte dit. Vroeger had je aan het hof vaak een nar. Zijn rol was met grofheid en lawaai, raar uitgedost, zaken aan de orde te stellen waar de serieuze raadslieden en bestuurders de moed of de positie niet voor hadden. Sterk overdrijvend, confronterend, soms agressief, vervulde de nar wel een belangrijke rol om problemen in het land aan de orde te stellen. Maar het gaat natuurlijk goed mis als de koning en zijn hofhouding zo zwak zijn dat de grove nar gaat denken dat hij ook wel koning zou kunnen worden. En het wordt nog erger als grote delen van het koninkrijk dat ook gaan denken. Het feit dat de nar in de Nederlandse politiek zo serieus wordt genomen, zelfs tot in het buitenland, moet hem niet zozeer kwalijk worden genomen, maar degene die de ruimte voor hem hebben geschapen. En daarom is het nu echt tijd voor verandering. Onze partij, onder de inspirerende leiding van Alexander Pechtold, heeft de afgelopen jaren niet meegeheigd met de woeste, agressieve gebrul van de nar. Er is gekozen voor een duidelijke pro-Europese lijn, anders dan bijna alle andere politieke partijen. En er ligt nu een goedgekeurd verkiezingsprogramma met een duidelijke visie, een hervormingsprogramma dat moedige, duidelijke prioriteiten kiest. Ook ik, net zoals Alexander Rinooy kan, kijk daarom met meer dan gewone belangstelling uit naar de uitslag van 9 juni. Er staat heel veel op het spel. Voor de toekomst van dit land en het aanzien van de politiek is het van belang dat die hervormingsagenda gerealiseerd wordt. Ik zal dat met overtuiging en naar vermogen ook steunen. Dank u wel.